Vlaamse Maldegem. De omloop in Maldegem is vlak en dat betekent dat er nogal wat namen naar voren worden geschoven als favoriet. Tom Boonen bijvoorbeeld, een van de jongste renners van het peloton en de revelatie van het voorseizoen. Maar ook een ouderdomsdeken als Ludo Dirkses is op zijn 37e verre van kansloos. Peter Morre zocht beide renners vanmorgen op. Tom Boonen was het in de jeugdcategorieën gewoon om favoriet te zijn. Vorig jaar werd hij nog nationaal beloftekampioen en na zijn verbluffende debuutmaanden als profi zei op zijn 21e zondag een belangrijke outsider. Bovendien bewees hij zo pas in de ronde van Catalonië zijn goede conditie. Ik denk dat ik uit Catalonië gekomen ben met heel goede benen. Ik heb daar hard moeten werken voor de ploeg. Maar dat heeft wel zijn vruchten afgeworpen. Ik voel deze week echt goed. Ik voel me goed. Ik voel me sterk. Dus ik denk wel dat het een ideale voorbereiding geweest is. Als enige US Postal renner zit Boonen op de vlakke en bochtige omloop van Maldegem geïsoleerd. Dat hoeft geen nadeel te zijn, maar het koersverloop moet dan een beetje meezitten. Het zal een beetje gokken worden voor mij als eenzaad in de wedstrijd. En een beetje afwachten wie de sterke mannen zijn en proberen die mannen te volgen in de juiste ontsnapping. En het zal een beetje het geluk aan mijn zijde moeten hebben. Om te winnen zal heel moeilijk zijn, maar om een goede prestatie neer te zetten, ja, dat moet lukken. Een goede prestatie, dat is ook wat kan verwacht worden van Ludo Dirkses. Bijna 38 en daarmee de oudste deelnemer, maar in geen geval kansloos. Extra motivatie ook, de driekleur die hij in 99 pakte, kon hij door een schorsing niet tonen in het daaropvolgende voorjaar. Ik ben tuk op revanche, maar je kan dat nooit niet op voorhand zeggen. Dus het mag voor mij, maar het moet niet. Ik probeer mijn best daarvoor te doen en ik zou graag die titel opnieuw willen winnen. Maar daar zijn veel kanshebbers, maar we hebben er hard voor gewerkt en de conditie is goed. Kortom, de oudste kan winnen of de bijna jongste, maar ook veel anderen ertussenin. En het Belgisch kampioen uitgereikt wordt. Zo'n 110 profrenners strijden voor de opvolging van Ludovic Capelle, die vorig jaar verrassend won in Halle. De wedstrijd in Maldegem is zo'n 3 kwartier geleden op gang geschoten. Het parcours is er biljartvlak, waardoor het moeilijk is om favorieten naar voren te schuiven. Het kan daar dus alle kanten uit. En Filip Maartens, is er al iets gebeurd in de wedstrijd? Wel ja, Chris, er zijn zo'n 30 kilometer wedstrijd liggen al achter de rug. 2 ronden van de 16 zijn gereden en we kunnen zeggen het spel zit op de wagen. Straks om 3:30 live op kanaal. Dus ik denk dat iedereen wel... Wel zou moeten koersen en meekoersen. En dan zullen we wel op het einde zien dat de zaken ervoor staan. Wie vrees jij vandaag het meest? Iedereen. Ik denk dat er op deze omloop iedereen kan winnen. Ik denk dat we een sterk blok gezien hebben van Lotto en Catalonië ook. Tom Boonen die goed is. Dat is een koers die dat alle kanten uit kan. Peter, voor het eerst start je in een ploeg die een kampioenschap kan bepalen. Is het iets van nu of nooit voor jou? Ik start altijd om te winnen en het is een voordeel, maar kan ook een nadeel zijn, hè. Een grote ploeg. Omdat dus, er te veel concurrentie is? Concurrentie is er altijd, maar ja, de druk ligt bij ons. En, dus wij moeten de koers maken en het is ook een parcours om, het is niet gemakkelijk om te zeggen wanneer de koers hard maken of ja, het is een open wedstrijd denk ik. Nico Eekhout, moeten we zeggen, schaduwkopman naast Peter van Petegem vandaag? Ik ga proberen de koers te winnen. En ik denk dat we met heel de ploeg proberen de koers te winnen. Dus iemand die in de positie zit die de koers kan winnen, zal kopman zijn. Dus ik denk dat we met, ik weet niet, met 16 of zo, 16 kopman. En ik denk dat het belangrijkste is dat we proberen met de ploeg de koers te winnen. Het is een grote dag, maar het is niet zo... Zoals ik aan de start sta van Parijs-Roubaix, Ronde van Vlaanderen. Of een andere wereldbekerwedstrijd. Het is zeker heel belangrijk. Maar ik sta hier niet met dezelfde nervositeit, met dezelfde agressie. Niet met dezelfde dat ik me 10 dagen aan een stuk opgeladen heb. Nee, niet. Het kan vanaf de eerste 500 meters gebeuren. Het kan ook de laatste 500 meters gebeuren. Het is een wedstrijd, ja. 20 mannen van Lotto, 22 mannen van Kolstrop. Wij zijn juist met 4, dus het is veel geluk bij nodig en zeker op een vlak parcours. En, misschien is het geluk een keer last mijn kant, ja, je weet nooit. Kan het een voordeel zijn om alleen te rijden? Ik denk het wel. Niet direct van dat ik niet met mijn teamgenoten om kan ofzo, maar... Ja, ik heb geen verplichtingen. Ik moet niet rijden. We moeten de koers niet in handen nemen. Ik moet de koers niet in handen nemen. Dus als ik een beetje mijn verstand gebruik, moet dat wel lukken. Maar gaan ze toch niet kijken naar jou?
dat is misschien het enigste probleem. Ze gaan misschien wel een beetje verwachten van mij. En verwachten dat ik rijd. Maar dat zal wel lukken. Ik denk dat het voor iedereen vlammen zal worden vandaag. Het is een vlak parcours en dat gaat heel hard gereden worden. Maar jij zit alleen. Moet je dan iets extra nog gaan doen? Ja, proberen met iedere goede ontsnapping mee te zijn. Hè. Dat is toch iets meer een gat op hef als de andere mannen, denk ik. Hoe moeten jullie het aanpakken met z'n drieën? Gokken, hè. Gokken en een paar keren meespringen. Men kunt niet van in het begin meespringen. We moeten kiezen en een paar keer zeggen van kijk, nu spring ik een keer mee en dan spring ik een keer mee. En hopen dat het een goede ontsnapping is. Moet je dan geen afspraken maken met Mapijn Cofidis? Ja, maar als in de finale is het toch ieder voor zich, hoor. Iedereen wil toch kampioen van België worden. Ik had maar een paar renners te zien en toch een goede domoploeg met Van Olen. Toch een jonge renner die toch goed aan het trainen is. Bruylands die goed aan het trainen is. Dus ik heb eigenlijk maar die renners te zien. Eigenlijk. Dus, maar het is gewoon een loterij hier. Het is een vlak parcours. Dus mijn conditie is tamelijk goed. En ik hoop natuurlijk dat ik een superdag heb. Wat was de tactiek die jullie meekregen? Niemand niet laten wegrijden. Of er moet toch zeker iemand van ons mee zijn. Aangezien dat we in een vijfde van de koers de trui van Paul Maskoolstrap aan heeft, toch? En jij zelf? Ik ga proberen de finale mee te rijden. Als ze van in het begin weg zijn, ja, dan had ik misschien de boot missen. Maar ik denk dat zo vroeg nog die zal tegenvallen. De ploeg stopt ermee. Zit dat in je hoofd op zo'n wedstrijd? Ja, ik denk het wel. Een heel goed resultaat rijden. En dit is heel belangrijk hier vandaag. En tenslotte zijn we op zoek naar een nieuwe ploeg. En het is toch een belangrijke wedstrijd hier vandaag. Het is een rondje solliciteren dus? Eigenlijk wel, ja. Vorig jaar werd tweede Gert van der Aarden derde. Voor Steels is het al de derde nationale titel in zijn carrière. Erg veel hem voor de start van dit Belgische kampioenschap. En dit is nu de mooiste, Tom? Ze zijn allemaal even mooi, maar dit is toch wel een hele mooie, denk ik. Vooral dan ook een heel verrassende. Ik had er niet op gerekend vandaag. Het was een heel spannende finale. Het was heel... Vooral die laatste... Dit is nu de mooiste, Tom? Ze zijn allemaal even mooi, maar dit is toch wel een hele mooie, denk ik. Vooral dan ook een heel verrassende. Ik had er niet op gerekend vandaag. Het was een heel spannende finale. Het was heel... Vooral die laatste ronde was toch wel bloed. Op een gegeven moment had ik de beslissing genomen van het wiel te nemen van Ludovic Capelle. En dat is gelukkig de juiste geweest. Als ik misschien niet zo vroeg vertrek, wij zijn misschien ingesloten. En ben ik zesde en Tom vijfde of zo. Dus ja, ik denk Tom is zeker een van de vijf beste spurters in de wereld. En kan niet ongoeker zijn dat ik ben tweede achter hem. Ik weet niet wat er gebeurt in zijn peloton, maar ik denk dat die mannen ook bloed geroken hebben waarschijnlijk. Je moet rekenen dat we van die 240 kilometer dat we er misschien 200 voorop gereden hebben. En het was ontzettend veel wind. En die rekening wordt je toch gepresenteerd. Steen dood op het einde? Ja, volledig kapot. Verkrampt. Verkrampt, maar toch doorbijten. Hè. Het ging op een sprint uitrijden. Moest ik eens proberen. Ik heb gedemmereerd, maar ik kreeg gelijk een paar mannen in het wiel. Ik zeg wel dat we nog een gaatje hadden, maar ja. Je was nog dan erg sterk vandaag, hè? Toen je daar met twee naartoe reed, onmiddellijk een minuut direct. Ja, maar dat heeft me wel krachten gekost in de finale, denk ik. Hier de laatste kilometer aan de viaduct heb ik dan geprobeerd, alles of niets. Ik ben vol doorgegaan, maar het peloton zat al in ons zog en de laatste 200 meters heb ik dan maar gestopt. Ik mag al eens meezitten, vandaag zat het mee. De benen waren er, het koersverloop was er. En dat is alleen maar leuk geweest vandaag. Vorige keer in de Belgische driekeur, hoeveel ritten heb je dan gewonnen in de Ronde van Frankrijk? Ze hebben het me juist verteld, ik heb er eens 4 en eens 3 gewonnen. Dus laat ons hopen dat we hetzelfde kunnen nadoen, maar de Tour is de Tour. En met ritoverwinning naar huis komen zal alleen mooi zijn, denk ik. Op een vlak parcours. Er waren dus nogal wat kandidaten om Ludovic Capelle vorig jaar de beste in Halle op te volgen. Hoe het BK vanmiddag is verlopen, vertelt Rudy Lanses. We komen erin op 60 kilometer van het einde met een kopgroep van 13. Al heel vroeg in de aanval getrokken. De belangrijkste namen: Verbrugge, Verstrepen, Van Golen, Kretske, Steels en Van Zevenant.
Daarachter al heel lang een groep van 17 renners met de grote kanonnen. Matan, Dirksens, Van Petegem, Van Hifte, Van de Wouwer, Plankaert, Merckx en titelverdediger Ludovic Capelle. Niet erbij de verwachte Tom Boonen, de goede vluchten gemist, en Johan Museeuw. Hij verdwijnt al vroeg uit de wedstrijd. De achtervolgers schuiven wel op, maar het duurt meer dan 40 kilometer voor de beide groepen samensmelten. Het parcours in Maldegem is wel biljartvlak, maar er staat een grillige wind vanuit alle mogelijke richtingen. En dat maakt de koers toch behoorlijk zwaar. Net voor de hergroepering gaan Van Golen, Verbrugge en Van Zevenhand weg. Ze nemen al snel een kleine minuut. Bij de nu grote groep van 25 zijn het Matan en Dirksens die proberen om weg te geraken. Maar de drie vooraan zitten in de juiste ploegen. Lotto Adecco, Domo Farmfried en Kolstrop Palmans. En alle tegenaanvallers worden vakkundig gecounterd. Er is een poging van Steels, maar ook hij krijgt geen groepje achtervolgens losgeweekt. En dit is hoe Peter van Petegem de vlucht van Verbrugge beschermt. De iets te ijverige ploegmaat Gorik Gardijn wordt meteen tot de orde geroepen. De drie inmiddels nog maar een kleine 20 seconden voorop, maar een demarrage van Jurgen van Golen zet zijn medevluchters weer op scherp. Het wordt een tactisch steekspel tussen de grote ploegen en de rest, met als grootmeester Peter van Petegem. De grote gevangenen zijn Dirksens en Steels, meer dan tempo maken zit er niet in. De kloof blijft hangen op zo'n 20 seconden. Bij het ingaan van de laatste ronde van 15,5 kilometer gaat de Walen sleuren. Maar de verstandhouding bij de vluchters blijft uitstekend. En dichter dan tot op een tiental seconden komen de achtervolgers niet. Spannend blijft het dus. Het is Jurgen van Golen die vooraan het meeste werk doet. Rick Verbrugge is intrinsiek de snelste. Met nog 5 kilometer voor de boeg hebben de drie, zo lijkt het, gewonnen spel. Kijk maar hoe Lotto Adecco en Kolstrop Palmans de boel controleren. Maar in de slotkilometers wordt de koers nog helemaal op zijn kop gezet. Mark Wouters en Fabien de Waele sleuren de groep naar de vluchters toe. En ook de wanhoopspoging van Rick Verbrugge in de slotkilometer kan de hergroepering niet meer voorkomen. We krijgen wel degelijk een spurt van het pak. Aan de linkerkant van de weg lijkt Ludovic Capelle makkelijk te gaan winnen. Geen trap te veel gegeven, de titelverdediger. Maar aan de koord komt onweerstaanbaar Tom Steels. Weer helemaal terug na een donkere periode. Hij wint vrij makkelijk voor Capelle en Gert van der Aarde. Derde titel voor de herboren Tom Steels. Het is hij die met de Belgische driekleur naar de Tour mag. Nog eens die sprint en de krachtsexplosie van Tom Steels na een wedstrijd waarin hij al van bij het begin in de aanval zat in die vlucht van 13 renners. Indrukwekkend hoe je het afmaakt. En dit is het podium van het Belgisch kampioenschap van 2002. 1 Steels, 2 Capelle en 3 Van der Aarde. En dit zijn de eerste 10 uit het BK van vanmiddag. Steels, Capelle en Van der Aarde, dat hoorde u net van Rudy. Vierde was James van Lanschoot. Vijfde Mario de Klerk, de veldrijder. Zesde Axel Merckx. Zevende Nico Matan. Achtste Hans de Klerk. Negende Johan Dekkers. En tiende Ludo Dirksens. En... niet kon afmaken en was heel ontgoocheld. Ik ben toch serieus ontgoocheld. Maar ik denk dat ik daar wel reden toe heb. Dus ik voelde me eigenlijk super vandaag. Had je het kunnen afmaken in de spurt tegen Van Zevenhand en Verbrugge? Ja, ik voelde me eigen goed. Ik wist dat ik zo lang mogelijk moest wachten. Omdat als ik vroeger de meneer ga lotto rijden in het peloton. Dus ik wist dat ik moest op de spurt rekenen. Maar ik voelde me eigenlijk heel sterk. Dus ja, en Verbrugge de meneer de laatste kilometer. En ik rijd er vrij gemakkelijk naartoe. Dus als we bij hem blijven, dan denk ik toch dat ik de sterkste ben. Ja, veel kansen krijg je niet om kampioen van België te worden als je dan... Met zo'n goede conditie kunt starten in een Tour met die trui. Dat zou wel mooi geweest zijn, maar ja, mag niet. Wist je wat er in de achtergrond gebeurde? Maar ik wist dat ze voor Steels een sprint wilden maken. En, wie? De Waal alleen? Die kan dat toch niet? Ja, maar ja. Ik denk... Het is niet gemakkelijk om een koers te winnen en dan... Maar ze hebben de handen in elkaar geslagen, zeg je dan, tegen de lotto's. Maar ik denk, het is al, ik kan niet zeggen altijd zo, maar dikwijls, omdat wij komen toch aan de start met 15, 16 man. En die andere ploegen zijn met 3, 4 en dan zitten die een beetje samen. Maar ja, dat is de koers ook. Dus. Maar ze hebben bij jullie toch wel geprobeerd om het af te remmen? Ja, ik denk dat er een paar renners waren, zoals Van Petegem en Bagé. De Tio die 100% achter mij stond en die waren zekers van mij. En, Gardijn dan niet, want die ging opeens kop trekken? Ja, ik heb het gehoord. Van een jonge gast? Maar ik heb het niet gezien, dus ik kan niks zeggen. Maar
Normaal gezien moeten we zijn met 16 lotto-renners aan de start en er moeten 16 man zijn die in de blok vormen en niet zoals vandaag. Anders ga je nooit kampioen van België worden. Het raakt je heel diep. Blijf je dan bij zo'n ploeg waar dit gebeurt? Maar het raakt me zeker eens diep, maar zal zeker toch eens nog moeten serieus van tafel gaan, want anders weet ik het niet. Ludovic, we zagen je bijna een hele wedstrijd oké in die achtervolging, maar niet echt op de eerste rij. En dan opeens was je daar. Ja, ik denk alleen in de ploeg, je moet slimmer rijden. En dat heb ik vandaag geleerd. Ik wist dat ik was voor vandaag klaar. Ik had het voorbereid. Allemaal heeft veel kritiek over mij gehad, maar ik had objectief. En, ja. Ik kan niet zeggen dat ik heb mijn objectief vandaag gemist. Tom is toch een van de vijf beste sprinters in het wereld. En, ik ben vandaag echt blij met de tweede plaats. Ik zelf had het wel gedacht, omdat ik de laatste weken wel goed reed. En mocht het tot de spurt komen, ja, ik vind dat ik redelijk krap ben van mijn eigen, dan weet ik dat ik misschien in België wel een podium kan spurten. Dus voor mij is het is wel een verrassing natuurlijk voor alle man, denk ik. En, maar ik had het zelf wel gehoopt, ja. Voor eigen volk, amai. Dat had ik zeker niet verwacht. Ik had top 10 plaats gehoopt. En ik kreeg hier de eerste vijf, de vierde, amai. Dat had ik echt wel, ik had dat echt niet verwacht. Vooruitgestuurd door het publiek echt? Ja, dat wel. In het begin van de wedstrijd en op het einde ook. Ik kreeg gewoon koude rilling van al die supporters hier. Het was echt mooi. In 19...